Ja, toen Natasci. Tegen NAC, 2 doelpunten, invalbeurt en meteen je stempel op de wedstrijd gedrukt. Ja. Was dat nog nagenieten deze week? Ja, zeker. Het was echt nagenieten van mijn 2 doelpunten, overwinning ook. Heb ook gelijk laten zien dat ik in de basis hoor. En morgen mag ik beginnen. Ja, en dan morgen gelijk weer scherp beginnen. En hopen dat ik weer kan scoren of assist kan geven. Maar het belangrijkste is gewoon dat wij gewoon scherp moeten beginnen tegen Helmond. Begin van de wedstrijd en gewoon strijden. En dan 3 punten houden in Maastricht en dan voor de play-offs gaan. Ja, want je bent rond de winterstop, hè, die heel kort was, jaarwisseling, ben je geblesseerd geraakt. Ook een beetje niet meer in de basisgroep terechtgekomen. Nu dus weer in de basis. Ik denk dat dat een hele grote stimulans voor je moet zijn. Ja, klopt. Ik raakte geblesseerd. De wedstrijd tegen AZ. Ja, daarna deed het team heel goed. Daar ben ik ook trots op. En op een gegeven moment moet je afwachten op je kans. En dan als je de kans krijgt, gelijk oppakken. En dat heb ik gedaan tegen NAC. Ja, de 1-1 tegen NAC was vanuit de 5 meter, punt 5 meter, klopt. Schoot je hem erin. Ja. Ik zie je net op de training precies hetzelfde doen. Ja, de laatste minuten van de training schoot je weer vanaf die 5 meter onhoudbaar achter de keeper. Misschien gebeurt het morgen ook, weet je. Ja. Dus, kan voor alles gebeuren, dus ik ben een beetje aan het oefenen wat er voor morgen kan gebeuren. Ja. Ik hoop dat het weer hetzelfde is. We hebben minimaal 2 doelpunten. Ja, het zou mooi zijn. Ja, hè? Het zou mooi zijn natuurlijk. Het zou echt mooi zijn. Kijk jij ook naar de ranglijst of zeg je net als de trainer, ik kijk per week. We kijken gewoon waar we met dit team per week staan. Ik kijk naar beide, want ik ben hier ook hier gekomen voor de play-offs te spelen. En op een gegeven moment moet je ook wedstrijd kijken. En we hebben nu een stijgende lijn. Nu focus gewoon op Helmond Sport. Belangrijk is gewoon dat we 3 punten pakken en dan weer hetzelfde verhaal, moeten we naar de volgende wedstrijd kijken. Ik zou zeggen voor morgen, of in ieder geval voor vrijdag dan, veel succes. Ja, dankjewel.